minuten alstublieft. Ja, dan wachten we nog even tot wat meer mensen binnenkomen en dan beginnen we met ons welkomstwoord. Ik zit heel slecht, maar doe ik niet toe. Goedenavond, goedemiddag dames en heren. We gaan gewoon beginnen, want ze komen verschrikkelijk achter in het schema. De microfoon praten. We hebben een gelukkige hand gehad in het samenstellen van het programma. En daar ben ik ontzettend blij om. Het belangrijkste is dat u in de hal zo'n programmablad probeert te bemachtigen. Er staat gewoon de tijdbalk op en er staat in die alle zalen van de Melkweg wat er in de zalen gebeurt. Voor de goede orde is het zo dat het best zou kunnen zijn dat een zaal vol is als je erin wil. Maar dat heb je pech gehad, dus het is wel zaak dat je het even goed bestudeert. We kunnen natuurlijk niet meer mensen in dan erin kunnen. En ik ga jullie ook een beetje op stang jagen, want ik weet dat jullie natuurlijk allemaal voor het Indisch eten komen eigenlijk. En dat kun je pas om 5:00. Voordat het zover is, zijn er wel allemaal hele kleine hapjes zoals Chendol en weet ik veel allemaal, bepaal. Maar goed, dat zie je nou. Maar stort je nou niet meteen op het buffet. Het is een fantastische installatie, een soort koloniaal restaurant. En dat is gesitueerd in de Max. Waar ik even aandacht aan wil vragen, is de theaterzaal. Dat is een theaterstuk van Bo Tarenskeen, een hele jonge, interessante, opkomende regisseur, die het stuk heeft geregisseerd en volgens mij ook geschreven. En speelt. En speelt ook nog. Dus dat is echt een aanrader, maar ook, ja, dit zijn eigenlijk allemaal aanraden. Goede vriend, Sam Chu, die dankzij Sam Chu is deze hele manifestatie eigenlijk gelukt. En ik zou graag een donderend applaus willen voor Sam Chu. Dat was Rob Manas, die net zo verantwoordelijk is als ik voor Indomania. En er zijn er heel veel, maar die gaan we nog wel noemen. Ik wil in ieder geval iedereen bedanken. Jullie omdat jullie gekomen zijn en de mensen die meedoen, die dat bijna belangeloos doen. Die komen hier voor een maaltijdje en een onkostenvergoeding. Dus dat het maakt dat het mogelijk is, desondanks dat het nog 20 euro kost. Ja, dat is goed. Taxi. He? Maar dat is die taxi van Dis, vooral. En natuurlijk moet de Melkweg ook betaald worden. In ieder geval, hartelijk welkom bij Indomania. Het is de vierde maal dat we dit doen en hebben georganiseerd. En deze aflevering is de grootste en belangrijkste tot nu toe. Mede dankzij de Melkweg, die vrijwel het gehele gebouw aan ons ter beschikking heeft gesteld. Ik wil eerst beginnen met toch een woord van verklaring wat Indomania van het programma. En jullie allemaal bedanken voor de komst. Ja, heel snel. Dankjewel. Vergeet niet naar de wanden in de Melkweg te kijken, naar de fantastische kunst van diverse kunstenaars. Dit is onder andere het werk van Harold Vlucht. En die heeft een boek gemaakt samen met Adriaan en dat boekje heet Top Top 2. Maar dat vertelt Adriaan straks wel. Waar ik ook even attentie voor wil vragen, dat is in de Max, waar onder andere dat restaurant neergezet is waar je nog niet mag eten, maar wel mag luisteren naar een fantastische, magnificent Lavinia Meijer, een Feiko Deutekom. Dat is echt een programma wat je gezien moet hebben. En dan is er ook nog Monica Akihari. Die komt hier om 3:00, geloof ik. Maar elk onderdeel is echt fantastisch. En ik ben heel blij dat het allemaal gelukt is. En volgens mij, ik heb ergens gelezen dat een perfect day bestaat helemaal niet. Dat verzin je altijd achteraf of dat vul je zelf in. Maar volgens mij wordt het vanavond een perfect day. Hartelijk dank voor je komst in ieder geval. En vermaak je en toch wel lekker eten straks. Dankjewel.
Nu gaan we beginnen met... Dat is zo ontzettend ander licht dan dit grauwe, niet-Indische weer, wat we nu vandaag ook al hebben. Dus dat vind ik heel fascinerend. Ik ben wel in Indonesië geboren, in Bandung, maar ik ben nooit terug geweest, want ik had niet zin om mee te doen met die mode van... Jongens, we gaan allemaal gezellig onze wortels opzoeken. Ik dacht, nou, dat zie ik nog wel eens een keer. Als het echt al niet anders kan, dan doe ik dat wel eens, maar niet nu. Dus ik ben er nooit terug geweest, maar naar aanleiding van die serie van Adriaan denk ik, nou, ik vind eigenlijk het licht wel uitermate belangrijk, daar wil ik wel heen. Wat niet wil zeggen dat ik die mensen natuurlijk niet interessant vind. Maar ik vind het toch allemaal een beetje erg weemoedig. Is dit een vraag? Ja. Heb je daar het accent op gelegd? Nee, je wist niet wat je zoekt. Je vindt iets, maar dat is vaak niet wat je zoekt. Het enige wat ik wist is dat we met het fotoalbum... Kunt u mij verstaan? Ja. Van het fotoalbum van de familie op reis gingen en daar een paar minuutjes over spraken om te kijken wat de echo is van Indië in het moderne Indonesië. Van de aanwezigheid van Nederland nu. En wat ik ook wilde was het tafelzilver opgraven in Sumatra. Maar daar is het helemaal niet van gekomen omdat ik al daar steeds meer beschaamd raakte eigenlijk over de aanwezigheid. Dus ik dacht, dat tafelzilver mogen ze al houden. Als het al niet gewoon een kwartier na het begraven was opgegraven. En ik wilde vooral eigenlijk de oude taboes van vroeger voor mijzelf slechten. Bijvoorbeeld Sukarno. Ik ben opgevoed met het idee Sukarno als baarlijke duivel. En tegelijkertijd merk ik... Het is heel warm, heel bijzonder, het is heel tropisch. En ik heb een prachtig programma heeft ze samengesteld. Een schitterend stuk van een Indonesische componiste. Maar ze begint het programma met een hele weemoedige verhaal eigenlijk van de Amerikaanse componiste Meredith Monk. En dan, nou, ik kan beter haar zelf laten vertellen, lijkt mij. Dames en heren, het is een duo. Degene achter het piano is Feiko Deutekom. En de harp wordt bespeeld door The Magnificent. Ja, The Magnificent Lavinia Meyer. Een applaus. Eerst, ja. Ze gaat daarna wat zeggen, ze gaat eerst spelen. Een stuk van Meredith Monk. Dames en heren. Er gaat iets gebeuren op dit toneel waar jullie allemaal op gewacht hebben. En ik ga het heel kort aankondigen en het wordt echt sensational. Lois Lane, de Lois Lane met de originele Indo-band, met Senna, voor het eerst weer hier op het podium van de Melkweg. En hopelijk niet voor het laatst. Ik vraag een daverend applaus voor de magnificent Lois Lane.